Lieve mensen, weer een heel hartelijk welkom op de bemoedigingssite. Ook deze bemoediging wil ik weer uitspreken in de naam van onze Heer Jezus, die het licht van ons leven is en die aan ons vraagt: vertrouw je mij? Vertrouw je mij dat ik de Heer van jouw leven ben en voor je zorgen wil? In alle momenten die je meemaakt, op bergen en in dalen. Ik wil je een woord voorlezen uit Filippenzen 3, vers 7. Maar wat voor mij winst was, ben ik omwille van Christus als verlies gaan beschouwen. Sterker nog, alles beschouw ik als verlies. Het kennen van Christus Jezus mijn Heer overtreft immers alles. Om Christus te winnen heeft de schrijver van de Filippenzenbrief alles wat blijkbaar zijn winst leek te zijn als schade geacht, als een obstakel die het kennen van Christus in de weg zou staan. Maar als winst alleen maar winst is in het materiële, dan zou dit woord geen betekenis hebben voor arme mensen. En daarom denk ik eigenlijk dat winst en verlies niet uit te leggen altijd is in het materiële. Maar dat we het veel meer moeten zoeken in het immateriële. En als we kijken naar wat hier in Filippenzen wordt genoemd, dan wordt er even ervoor gezegd: als anderen menen op zichzelf te kunnen vertrouwen of eigen dingen in te kunnen brengen, dan kan ik het zeker. Ik werd besneden toen ik 8 dagen oud was. En wij kunnen zeggen: nou, ik ben gedoopt als kind. Ik ben gedoopt als volwassene. Ik heb een keer mijn hand opgestoken. Ik kan je vertellen dat ik bekeerd ben. Je kan allerlei dingen aandragen die daarmee te vergelijken zijn. En dan, als de schrijver verder gaat en hij vertelt ook nog over hoe hij uit ontzettend vast in de wet stond en dat tot in het uiterste heeft gedaan, dan komt het toch heel dicht bij hoe wij soms ijverig zijn in het geloof en daardoor menen iets meer te zijn. Of ons nauwelijks bewust zijn hoe het werk voor God, wat je maar doet, het kennen van Christus wel eens in de weg kan staan. Dit woord, alles heb ik schade geacht om Christus te kennen, geldt in het bijzonder voor de mensen die iets op vergelijkbaar niveau doen als dat deze schrijver het verwoord heeft. Het komt heel dichtbij de actieve christenen. Mensen die iets doen, en ik merk het aan mezelf ook, aan mijn eigen werk, aan mijn eigen bezig zijn in het Koninkrijk van God. Werken voor God kan de relatie met God in de weg staan. Dat is waar. En het vraagt aan mij: heb ik open handen in dat werk? Wil ik? En dat betekent dus niet voor mij direct van dat ik moet stoppen met de bemoedigingssite. Maar wil ik mijn werk in open handen houden? Het werk wat ik doe, zodat God daarbij kan. En dat het, als het weggaat, dat het dan is omdat het beter is. Want boven alles wil God dat ik hem ken. Hem kennen is het werk van God in mijn leven. Dat ik hem ken en daarvan doordrongen raak. Dus hardwerkende mensen, hardwerkende christenen, pas op dat je dat wat je winst lijkt te zijn,
dat dat niet tegen zich, tegen je keert. Blijf voor alles zeggen, ik wil u kennen, Heer. Meer dan wat ik doe. Meer dan zegen. Meer dan winst. Die eigenlijk winst voor uw koninkrijk is. Als het om mij persoonlijk gaat, laat mij u kennen. Boven alles. Dat is, denk ik, wat hier gezegd wordt. En ik wil het zelf te harte nemen. En ik hoop dat jij het ook doet. Ken hem in al je wegen.